Welkom in onze kattendierenartsenpraktijk, gelegen aan de Turnhoutsebaan 380 te Schilde. Bij het binnenkomen word je hartelijk verwelkomd door onze assistente Tessa. Zij neemt de telefoons aan, doet de bestellingen en is de rechterhand van de dierenartsen. In onze wachtzaal krijg je alvast inspiratie, hoe je allerlei kattenspullen mooi kan verwerken in je interieur. Voor we aan een onderzoek beginnen, krijgt elke kat rustig de tijd om de omgeving te verkennen. Zo proberen we de dieren op hun gemak te stellen. Voor elk consult is een propere kattenbak voorzien, zodat stressplasjes niet moeten opgehouden worden. Terwijl de kat de praktijk verkent, geeft ze ons al een boel aan informatie over haar gezondheidstoestand. We zien of de kat goed kan springen, hoe het urineren verloopt en zelfs wat voor karakter ze heeft. Dit is dierenarts Dominique de Schutter, de oprichtster van de praktijk. Die is ontstaan vanuit een enorme passie voor katten en de wil om deze dieren stresslozer tot bij de dierenarts te krijgen. Een vooropleiding tot gedragstherapeut maakt het tot een ongelooflijke meerwaarde dat zij kan zien of bepaalde gedragspatronen zoals in huis plassen een medische of gedragsmatige oorzaak hebben. Naast algemeen kattengeneeskunde kan je bij haar terecht voor allerhande gedragsproblemen. Dit is onze tweede dierenarts Kathleen Mons. Net als Dominique neemt ook zij steeds haar tijd om tot een diepgaande diagnose te komen. Binnen onze praktijk spitst dierenarts Kathleen zich extra toe op de hartpatiënten. Hier maakt ze een echocardiogram om te screenen op hartaandoeningen. Om tot een grondige diagnose te kunnen komen, is het belangrijk dat de praktijk voorzien is van de nodige recente apparatuur. We beschikken over een echografie, een radiografietoestel en een dentale RX-toestel. Tevens hebben we ons eigen labo om het bloed van je kat te onderzoeken. Soms is een kat door medische of fysische problemen niet in staat de vacht te verzorgen. Tessa staat jullie met raad en daad bij om die vacht weer beter te krijgen. Tot slot geven we jullie graag een kijk in onze hospitalisatie. Hier verblijven de dieren wanneer ze geopereerd werden of ziek zijn. Ook hier heeft de dierenartsassistente een belangrijke functie. Want tussen de zorgen door is het zij die de katten overlaat met liefde en aandacht. De hokken zijn groot en katvriendelijk ingericht. Elke kat heeft zicht op de buitenren en krijgt de mogelijkheid om daar een frisse neus op te halen. Wij beseffen meer dan ooit dat liefde en aandacht 90% van een goede behandeling is, en dat is waar wij voor staan. Uw kat is hier immers koning.